En dan schokken en bevingen straks in Ahoy. De sterkste van Europa wil nu wereldkampioen worden. De vedergewichtbokser Regilio Tuur is geheel overtuigd van zijn eigen kunnen en van het aanstaande succes. Zaterdagavond treedt hij in de ring van de Rotterdamse Ahoy voor de wereldtitel in het supervedergewicht. Regilio Tuur, de bokser uit Rotterdam, werd in één klap beroemd toen hij destijds op de Olympische Spelen in Seoul de regerend wereldkampioen het ziekenhuis insloeg. 2 jaar geleden bereikte Tuur de Europese top. Maar Regilio wil meer. Hij wil wereldkampioen worden. En daartoe bereidt hij zich voor in een Rotterdams hotel. Experts geven hem een goede kans. Tuur zou de unieke combinatie hebben van karakter, kracht en souplesse. Een man die kan swingen in de ring. Zijn fans geloven erin en Tuur zelf barst van het vertrouwen. Omdat ik erin geloof, ga ik mezelf 1000% voor geven. Weet je wat? Wat er gaat gebeuren of kan ik nooit zeggen. Ik kan zeggen dat ik wereldkampioen word. En zeg omdat ik erin geloof. En zeg omdat ik weet dat ik me daar 100% voor gegeven. Uitkomst kan ik je niet vertellen, kon ik het maar. Op zijn 13e begon hij te boksen. Hij raakte erdoor gehard en gedisciplineerd. Discipline heb je heel erg hard nodig om jezelf klaar te maken. Om in de ring te staan. Weet je wel? Om jezelf 100% voorbereid te hebben. En in de ring jezelf geconcentreerd te houden. Niet even uit de ring winken of ergens anders op letten. Die discipline komt uit van jongs af aan. En dat moet je erin hebben. Tuur bokst zaterdag tegen de Amerikaan Speed. Een gevaarlijke tegenstander die goed is in knockouts. Maar Regilio kan er ook wat van. Van de laatste 40 wedstrijden won hij er 36. En daar zaten 25 knockouts bij. Zaterdagavond wordt duidelijk of zijn droom uitkomt.